Dus af en toe heb ik wel even een schietgebedje gedaan. Dat ik dacht van, hey, dit is compleet uit mijn comfortzone. Together with her husband Hans, Marloes Lauwerink runs a family business with 3,300 calves. Marloes loves to work hard and has a passion for her profession as a farmer. Ik denk dat ik zelf gewoon een nuchtere boerenkind ben. En wat ik doe, doe ik goed. Anders doe ik het niet. Before her life on the farm, Marloes worked as a nurse in healthcare. Making a difference to others is important to her. Meer dat ik hier op een fantastische plekje op aarde ben. Ik ben blij dat hier mijn wieg staat en dat wij het goed hebben. Maar dan wil ik ook heel graag andere mensen helpen. Marloes decides to apply as a PUM expert. After going through several preparatory training sessions, a request from Uganda comes in quickly. Er was een boerin met 50 melkkoeien, 10 man personeel. En die wou graag met hun boerderij op een hoogplan komen. After studying the request, Marloes enthusiastically packs her bags and heads to Uganda for 2 weeks. Ik ben een mensenmens, vind ik fantastisch. Ik ben nieuwsgierig naar de achtergrond van mensen en hoe mensen leven. Once there, it becomes clear that Marloes' experience is of great value. Her approach yields immediate results. Zo hebben wij een nieuwe maiskuil gemaakt. Het was echt een kuil, maar met de moezelregens. Er werd elke keer volgeregend met water, dus dat was niet fijn voor het voer voor de koeien. We hebben een nieuwe silo's gemaakt, eigenlijk op de Nederlandse manier. Dat is wel grappig. Wij moeten dus vergunningen aanvragen en daar wordt de metselploeg ingeschakeld. En de volgende dag stond de metselploeg, nou, hoe moet het worden, Marloes? Ik dacht, nou, ik zou het zo doen. En het werd gebouwd en 2 weken later stonden daar 2 hele mooie maïssilo's. In addition to setting up the maize silos, Marloes provided valuable feeding tips for the animals and helped with a small stable for the young calves. Ja, fantastisch. Fantastisch. Dat in 2 weken tijd heb ik echt veel kunnen doen. Marloes' journey as a PUM expert was remarkable and very meaningful for her fellow farmer Connie in Uganda. Marloes is already eagerly anticipating the next project. Ik word er gewoon geestelijk veel beter mens van. Ik zeg wel eens, ik ben met een koffer met spullen voor de boerderij er naartoe gegaan. Maar ik ben wel met 3 koffers vol met geestelijke bagage weer mee teruggekomen. Fantastisch om te doen. Fantastisch. Become a volunteer and share your knowledge. Visit PUM.nl.